Ja, Kai, zoals je weet speelde ik vorige week op de Zwarte Cross. En de Zwarte Cross wordt gesponsord door, zoals te verwachten, een biermerk. Want dat is echt belangrijk, drinken. En een andere grote sponsor van hun is Geberit. En nee, reclamecodecommissie, daar hoef je niet over te vallen nu. Want alles wat ik ga zeggen over Geberit is geen reclame. Neem dat maar van mij aan. Geberit is een merk toilet. Dus ik vind het wel cool dat Zwarte Cross de doelgroep heel goed kent. Die weten gewoon, die jongens die willen suppen en kaken. Soms super zoveel kak en bed, maar anders wil ik een goede play. Dat vind ik mooi. Ik denk dat hun derde sponsor is waarschijnlijk een varkensstal. Want die leveren dan het vlees en de vrouwen. Maar ik was daar en ik was in de VIP lounge. Hè, dat is dan de luxury, Living La Villa Loca. Daar hebben ze zelf zoiets van, doe normaal, neuken varken. Maar ik wil toch net even die luxe. En Geberit was daar ook en die stelde het toilet van de toekomst aan me voor. En denk je, Ruud, wat was dat? Wat kan dat? Scant dat je poep en vertelt het gelijk welke vezels er ontbreken, wat je moet eten, misschien of er een griepje aankomt. Hergebruikt het je poep voor je moestuin? Nee, natuurlijk niet. Want die boeren geven niks om hun gezondheid of die van de grond. Dat zou hele slechte targeting zijn, toch? Dat is een beetje als iemand op een terminale afdeling een agenda cadeau doen. Dat is gewoon slechte marketing, snap je? Dat is een beetje een zwemleraar een harde schijf geven die niet te vergrendelen is. Dat is gewoon slechte targeting, snap je? Dat is een beetje iemand met een diagonale boblijn een LOE-cursus cadeau. Dat is gewoon slechte marketing. Dat is een beetje iemand in Amsterdam een treinkaartje cadeau doen voor buiten Amsterdam. Dat is gewoon slechte marketing. Het is een beetje in een land met geloofsvrijheid voorstellen een boerkaverbod in te voeren. Het is slechte targeting. Dus nee, wat kon dit toilet? Want ze snapte een doelgroep. Dit toilet spoot je billen schoon en feunde je reet. Dat is aan de hand. Je zat daar en dan gebeurde dat. En op zich ben ik dat. Ze hadden vegen weggeïnnoveerd. Dat is wat ze gedaan hadden. En daar ben ik voor. Ik heb vegen altijd raar gevonden. Ik bedoel, na plassen was ik mijn handen grondig. Maar poep, denk ik, bij een droog papiertje er langs halen. Nee, dat is goed zo. Dus het kan schoner. En ik zag daar promofilmpjes van. Ik heb schaars in HD zulke schone anussen gezien. En ik dacht, ik wil dit ervaren. Ik wil dit doen. En ik ben naar dat supertoilet gegaan. En het was alles behalve prettig. Het was verschrikkelijk, hè? Ik voel me onredelijk betast. Want die kraan kwam best wel onverwachts. En die kwam ook best wel hard. Die kwam zo hard dat ik water in mijn kont kreeg. Waardoor mijn kont dacht, volgens mij moet ik nog poepen. Dus ik poepte op de spoelkraan. Waardoor de spoelkraan mijn eigen poep tegen mijn billen aanspoot. Kai, dat is mijn ervaring daar. Dus mijn billen werden aanzien. Het was een soort vuilnisfontein. Het was een visieuze kakcirkel. Het was niet eens visieus, het was gewoon vies. En toen begonnen ze mijn vieze billen droog te feunen. Toen dacht ik, ja, dit loopt uit de hand. Dus toen dacht ik, stick to what you know. Toen greep ik toiletpapier. Ik dacht, ik ga terug naar de basis. En ik haalde het toiletpapier er langs. Maar mijn billen waren zo nat dat ik met mijn vinger door het toiletpapier ging. En toen had ik op één dag niet alleen water in mijn kont, maar ook mijn eigen vingerkai. En dat was niet waarom ik daar naartoe wilde. En toen liep ik naar buiten. En er stond een supermooie vrouw. En zo zijn ze dan ook. En ik moest een enquête invullen. Gewoon even met de hand invullen. En als je je nou afvraagt, wat heb je ingevuld? Zoek het uit. Het is die ene enquête die stinkt naar poep. Omdat ik hem met de hand moest invullen. Rudy out. Rudy! 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 Rudy!